Rotterdam stond bekend bij de mensen in die tijd als een stad waar je ging dansen en waar mooie gebouwen stonden, levendig. En dat was opeens weg. Dus het was een gat. Rotterdam was een gezicht verloren. En nu het weer opgebouwd is, is in feite natuurlijk die nieuwe stad het nieuwe gezicht. En die heeft natuurlijk nog maar heel weinig lagen. Kijk, hier heb je zo'n armatuurtje. Overdag is het een zwart icoon in een witte achtergrond. Je ziet een brandende stad. Je ziet ook een deel van het beeld van Zadkine. En met name de handen en de mond. De wanhoop en de ellende die dat bombardement opleverde. En als je goed kijkt, zit er ook een bommenwerper, een Duitse bommenwerper op. En eigenlijk vertelt het icoon in hele simpele termen wat er aan de hand was. Elke werkdag om 8:30, Antenne Rotterdam. Even wat anders.